De aarde is 4,5 miljard jaar oud. Het is een gigantisch getal en hoe stel je dat nou voor? Nou, stel je eens een waslijn voor. Dit punt is het ontstaan van de aarde. Hoe zorgt de evolutie ervoor dat vissen op het land konden leven? De Universiteit van Nederland presenteert evolutiebioloog Dr. Roy Erkens. ...22 oktober 4004 voor Christus om 6 uur 's avonds. Een mooi moment. Het was ook een mooie avond, want het was namelijk de eerste avond. Tenminste, als je de berekeningen aanhoudt van aartsbisschop Usher. Aartsbisschop Usher was een Ierse aartsbisschop die op basis van de Bijbelse chronologie had uitgerekend hoe oud de aarde was. Wat hij deed, hij keek naar de Bijbel en hij keek welke namen daarin voorkwamen, wie kind van wie was, en berekende op basis daarvan hoeveel tijd er was verstreken sinds de eerste personen die genoemd werden. Daarnaast gebruikte hij gebeurtenissen die beschreven waren in de Bijbel en waarvan men in die tijd wist wanneer ze hadden plaatsgevonden, om dat nog eens aan elkaar te koppelen. En op dat moment, eigenlijk dat allemaal optellende, vond hij dat de aarde 6000 jaar oud was en dat dat de datum was waarop God de aarde had geschapen. 200 jaar later, in de tijd dat Darwin zijn boek On the Origin of Species schreef, keek Lord Kelvin, bekend van de Kelvinschaal, nog eens naar die datum en dacht, daar klopt helemaal niks van. Hij was natuurkundige en berekende op basis van natuurkundige principes de leeftijd van de aarde. Wat hij deed, hij ging ervan uit dat toen de aarde geschapen was, dat het een hete gloeiende bol was en dat die bol langzaam was afgekoeld naar de temperatuur die hij vandaag de dag heeft. En hij gebruikte daarvoor eigenlijk hele goede natuurkunde en hij maakte op basis van wat hij toen wist een hele goede berekening. Hij kwam uit dat de aarde 40 tot 100 miljoen jaar oud zou zijn. Maar die 40 tot 100 miljoen jaar, dat was eigenlijk een beetje moeilijk voor Darwin. Darwin werd daar een beetje zenuwachtig van. Want voor zijn proces van evolutie door natuurlijke selectie wist hij eigenlijk dat 100 miljoen jaar veel te kort zou zijn om evolutie te laten optreden volgens zijn bedacht mechanisme. Gelukkig weten we vandaag de dag dat dat probleem is opgelost. De aarde is 4,5 miljard jaar oud. Dus 4,5 miljard jaar natuurlijk, het is een gigantisch getal en hoe stel je dat nou voor? Nou, stel je eens een waslijn voor. Dit punt is het ontstaan van de aarde. Deze waslijn is 4,5 meter lang tot op dit punt. Dat betekent dat iedere centimeter op deze waslijn staat voor 10 miljoen jaar. Nou, aan de hand van deze waslijn wil ik u een beetje laten zien hoe de evolutie van het leven is verlopen. Laten we eens beginnen met het ontstaan van leven. Bacteriën. Bacteriën ontstaan eigenlijk al redelijk snel naar het ontstaan van de aarde. Dat is 4,5 miljard jaar geleden. 3,8 miljard jaar geleden was er al bacterieel leven. Dus 700 miljoen jaar na het ontstaan van de aarde. Relatief snel. We weten dat er bacterieel leven is op basis van fossielen. De fossielen die dat laten zien, ziet u hier. 3,8 miljard jaar geleden. Als we dan eens kijken wat er gaat gebeuren, dan zien we bacterie, 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 bacterie. En eigenlijk pas op 1,7 miljard jaar geleden is de eerstvolgende grote innovatie in elkaar geknutseld als dit. Dit is een eukaryote cel. Eukaryote cellen zijn cellen die u en ik hebben. Het zijn cellen met een kern waarin het DNA is ingepakt. Dus het is een celkern met ingepakt DNA. Het betekent dus dat de cel een compartiment heeft. Bacteriën hebben DNA die vrij ligt in de cel. In eukaryoten is dat ingepakt. Er zijn compartimentjes en die compartimenten zijn belangrijk. Want op het moment dat er compartimenten worden gemaakt, betekent het dat chemische reacties kunnen worden gescheiden van de omgeving en dat chemische reacties dus veel efficiënter kunnen verlopen. Het was dus een belangrijke uitvinding. Als we eens kijken, ongeveer 400 miljoen jaar later, 1,4 miljard jaar geleden, kijken of die blijft hangen, zien we dit. Dit is wier. Groen wier. Groene wieren zijn belangrijk omdat ze groen zijn eigenlijk. En dat groene, dat zijn namelijk chloroplasten. Het zijn bacteriën die zijn opgenomen door eukaryote cellen. Bacteriën die van zichzelf
konden fotosynthetiseren. En fotosynthese is het proces waarbij zonlicht wordt ingevangen en omgezet in energie. En deze groenwieren die namen zo'n bacterie op. En dat waren dus de eerste eukaryote cellen die konden gaan fotosynthetiseren. En dat is een heel belangrijke stap geweest, want u kunt dit allemaal vandaag de dag nog zien. Als u naar buiten loopt en u kijkt naar planten en u ziet groene planten. Deze planten zijn groen vanwege de opname van die chloroplasten. Sterker nog, als we het DNA bekijken van die chloroplasten in planten vandaag de dag, lijkt dat DNA meer op het DNA van bacteriën dan op het DNA van de plant waarin die chloroplast zit. Dus we zien nog de bacteriële voorouders, zien wij terug. Als we dan een stapje in de tijd doen, dan gaan wij naar sponsen, juist. En sponsen zijn meercelligen. Op ongeveer 630 miljoen jaar geleden ontstaat het eerste meercellige leven. U en ik zijn allemaal meercellig, we bestaan uit meer dan één cel. En meercelligheid is belangrijk omdat het een zeker aantal voordelen heeft. Als je meercellig bent, ben je ten eerste groter. En groter is een verdedigingsmechanisme. Denk aan olifanten. Wie eet een olifant? Nou, niet zoveel organismen, omdat die gewoon heel erg groot is om op te eten, om überhaupt te vangen. Dus dat is belangrijk voor meercelligheid. Maar meercelligheid is ook belangrijk omdat het specialisatie mogelijk maakt. U heeft hersencellen, levercellen, spiercellen, allemaal verschillende typen cellen. En dat kan alleen maar omdat u meercellig bent. Dus meercelligheid is een belangrijke uitvinding op 630 miljoen jaar geleden. Nou, als we dan gaan kijken naar ongeveer 530 miljoen jaar geleden. Dit is een bolletje mos. Op 500 miljoen jaar geleden koloniseren de eerste planten het land. En mossen zijn nog steeds zijn eigenlijk afstammelingen van die eerste landplanten. En ook alle grote diergroepen die we vandaag de dag zien, die u allemaal kunt bedenken, die zijn ontstaan rond de 530 miljoen jaar geleden. Nou, als we nou eens kijken naar dit hele traject van het begin tot hier, dan hebben we eigenlijk heel weinig fossiel bewijs van dat hele traject. Sommige mensen zeggen, ja, dat is wel mooi, maar we weten er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Dus eigenlijk dat gebrek aan fossielen is eigenlijk een gebrek aan bewijs voor evolutie in die periode. Maar dat is niet zo. Eigenlijk is dat gebrek aan fossiel bewijs niet zozeer een gebrek aan fossiel bewijs, als wel een gebrek aan kennis over fossilisatie. Heeft u wel eens nagedacht over het traject dat een fossiel moet doormaken, of een organisme eigenlijk moet doormaken van het moment dat hij leeft tot het moment dat wij een fossiel vinden? Waarschijnlijk niet, dus ik ga het u nu vertellen. Een organisme dat doodgaat moet, als het wil fossiliseren, heel snel bedekt worden met een laagje aarde of een laagje sediment als het in water ligt. Want we weten allemaal, als er een dood vogeltje in de tuin ligt, dat wordt opgegeten door katten, dat wordt uit elkaar getrokken en binnen no time is het overal verdwenen, daar vind je niks meer terug. Dus om goed te fossiliseren moet je snel bedekt worden met een laag aarde. Stap 1. Er zijn niet zoveel plekken waar dat gebeurt. De tweede stap is dat eigenlijk de delen van het dode dier of de dode plant langzaam door mineralen moeten worden omgezet in een afdruk in de grond. Bij harde delen gaat dat heel goed, bij zachte delen gaat dat wat minder goed. Nou, als die afdruk eenmaal is gevormd, dan zit dat fossiel vast in een aardlaag en die aardlaag die moet blijven bestaan. Zoals u weet is het binnenste van de aarde vloeibaar. U weet misschien ook al dat aardplaten bewegen, daarom krijgen we aardbevingen, dus er is heel veel beweging. Maar aardplaten bewegen ook onder elkaar langs. En dat betekent dat sommige aardplaten af worden gebogen richting het midden van de aarde en worden gerecycled. Ze worden gewoon verbrand. Dus dat betekent dat van de alleroudste eigenlijk aardlagen er maar heel weinig over zijn, omdat de meeste gewoon zijn gerecycled en weer zijn verdwenen. Nou, stel je voor dat er een aardlaag is waar een fossiel in zit, wat niet is gerecycled. Dan moet die aardlaag moet vervolgens aan de oppervlakte komen, want als het heel diep in de bodem zit, kunnen wij dat fossiel niet vinden. Dus die aardlaag moet aan de oppervlakte komen, het fossiel moet aan de lucht komen, maar mag daar niet te lang liggen, want fossielen zijn net als alle stenen, worden afgebroken door weer en wind. Hè. Ze verweren. Nou, stel dat fossiel dan niet wordt verweerd, dat het niet wordt afgebroken, het steekt wel uit, dan moet iemand die ergens rondloopt waar die fossielen kan vinden, dat is interessant, een fossiel. En die moet dat oprapen. Dat klinkt misschien raar, maar heel veel fossielen wordt gewoon langsgekeken omdat niemand ze herkent. Stel dat iemand ze wel herkent, dan moeten ze vervolgens ook nog eens bij iemand terechtkomen die weet wat het is en naar moet kijken, bestuderen en zeggen, hey, kijk, dit is een interessant fossiel. Dus eigenlijk, als je denkt hoeveel toevalligheden betrokken zijn bij het maken van een fossiel en het vinden van een fossiel, vind ik het eigenlijk best wel verrassend nog dat we eigenlijk zoveel fossiel bewijs nog hebben. Want je zou eigenlijk verwachten dat heel veel verdwenen is. Nou, dus gaan we eens even terug naar onze tijdlijn. We waren hier bij het ontstaan van het leven op het land. Als we een stukje verder gaan kijken, 100 miljoen jaar, rond de 400 miljoen jaar geleden ontstaan lopvinnige vissen.
Lopvinnige vissen zijn zoals vissen, alleen hebben ze geen vinnen waar kwastjes in zitten, maar zijn het vinnen die botten hebben, net zoals onze hand. En dat is van belang, want 30 miljoen jaar later zijn er, vinden we, fossielen van landlevende dieren. Nu zijn het amfibieën en nou, dit is natuurlijk geen amfibie, maar we gaan er toch voor. Het zijn landlevende beesten. Hoe is zo'n overgang nou gegaan? Dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Hoe zijn we nou van zeeleven naar landleven gegaan? Het mooie van het idee van evolutie is dat er afstamming met modificatie is. Je hebt een organisme, dat wordt aangepast en daar wordt iets nieuws van gemaakt. Dat betekent dus dat we voorspellingen kunnen doen wat voor een organisme we zouden moeten verwachten. Dus we weten rond de 390 miljoen jaar geleden hebben we die lopvinnige vissen die in de zee leven. 30 miljoen jaar later, rond de 360 miljoen jaar geleden, zijn er organismen die duidelijk viervoeters zijn op het land. Dus dat zou betekenen dat ergens in het midden, 375 miljoen jaar geleden, we dieren zouden moeten vinden, fossielen, die een beetje vis zijn en een beetje dier, een beetje landlevende vertebraat. Er zijn wetenschappers die hebben gedacht, dat gaan we eens even testen. En die zijn gaan zoeken. Die hebben gezegd, oké, aanglagen van 375 miljoen jaar oud, waar vinden we die? In Canada, daar liggen ze aan de lucht, dus daar zouden we een fossiel moeten vinden. Ze zijn daar naartoe gegaan, zijn gaan graven. Na een jaar vonden ze niks, zijn ze terug naar huis gegaan. Zijn ze weer gaan graven, ze vonden niks, zijn ze teruggegaan. Nou, ze hebben 5 jaar gezocht, ze wilden eigenlijk opgeven, maar op dat moment hadden ze toch iets te pakken. Ze vonden een fossiel. Het fossiel heet Tiktaalik. Je kunt hier een plaatje ervan zien. Dit is hem. Dit is de overgang. Een dier wat precies tussen vis en landlevend dier in zit. Tiktaalik betekent grote zoetwatervis. Wat is nou zo speciaal? Dit dier had vinnen, het had kieuwen en het had schubben. Allemaal kenmerken die u kent van vis. Maar, zoals u ziet, het heeft ook een plat gezicht, net zoals een amfibie, met ogen aan de bovenkant. Dat is belangrijk, dat betekent dit dier kon in ondiepe wateren boven het water uitgluren en kon ook ademen. Kon een beetje kijken, zo zijn omgeving afspeuren. Dat zijn duidelijk kenmerken van landlevende dieren. Daarnaast, als je kijkt naar de vinnen, die vinnen waren heel stevig en met die vinnen kon hij zich opduwen. Hij kon dus niet alleen boven het water uitkijken, maar hij kon zichzelf ook omhoog duwen om zijn omgeving af te speuren. En het laatste belangrijke kenmerk van deze Tiktaalik is dat hij een nek heeft. U heeft een nek, maar vissen hebben geen nek. Ik weet niet of een vis op uw bord heeft bekeken, maar het hoofd van een vis zit direct aan zijn schouders vast. Dat is dus een heel inflexibele constructie. Deze Tiktaalik had een nek. En het mooie is dat er zijn wetenschappers die hebben gekeken naar meervallen en die zeiden, hey, als we de constructie van de nek van een meerval vergelijken met de constructie niet van Tiktaalik, maar van een iets latere vorm, dan zien we eigenlijk hele grote overeenkomsten. En die meerval die is eigenlijk in staat, ondanks dat hij in het water leeft, om toch gedeeltelijk op het land te jagen. Wat je ziet is, er is wat voedsel neergelegd voor die meerval. Die meerval komt uit het water en komt een beetje zo, pakt hij op het land, pakt hij iets te eten. Nou, het idee is dat wellicht de uitvinding van die nek bij die Tiktaalik bij heeft gedragen aan die in het water levende manier van jagen. Dus dat hij in ondiepe wateren leefde, maar dat hij toch een beetje gedeeltelijk al op het land kon leven. En zo zijn we dus van lopvinnige vissen naar landlevende dieren getrokken. Nou, als we nog eens even verder kijken wat er dan gebeurt, dan zien we, als we een stukje verder kijken, zien we dat er houtige planten ontstaan. Houtige planten, nou ja, u kent allemaal bomen, die zijn hout. Hout is een uitvinding wat ongeveer 340 miljoen jaar geleden gedaan is. En hout is belangrijk. Er ontstonden ook planten met zaden. De zaden zijn ook belangrijk nog steeds voor ons. Er waren nog geen bloemplanten. Dus alles wat u herkent, wat u associeert met bloemetjes, dat was er allemaal nog niet. Dus wat dat betreft zag het plantaardig leven er nog heel anders uit. Rond de 300 miljoen jaar geleden ontstaan er vliegende insecten. Vliegende insecten zijn belangrijk omdat het eigenlijk de eerste moment was dat de lucht, die tot dan toe helemaal leeg was, gekoloniseerd was, werd door een groep om erin te leven. De insecten koloniseerden de lucht. Nou, er ontstaan in deze tijd reptielen hebben we. En uit de reptielen ontstaan deze dieren. Zoogdieren. Dit is een van de oudst levende, eigenlijk de oudst levende lijn van de zoogdieren. Vogelbekdier. Goed, zoogdieren ontstaan rond de 250 miljoen jaar geleden. Als we dan een stukje verder gaan, dan zien we 150 miljoen jaar geleden ontstaan vogels. En vogels zijn wel interessant. Wie denkt hier dat dinosaurussen zijn uitgestorven? Ja, ik verklap het half natuurlijk alweer.
Huh? Zijn dinosaurussen nog onder ons? Ja, hè? Ja. Vogels zijn rechtstreeks afstammelingen van dinosaurussen. Dus het verhaal dat dinosaurussen zijn uitgestorven klopt niet helemaal. De groep dinosaurussen die uitgestorven is, zijn alle landlevende of alle landlopende dinosaurussen. Vogels zijn rechtstreeks afstammelingen van dinosaurussen en in die zin zijn dinosaurussen nog steeds onder ons. Nou, we zijn bijna op het eind. We zijn al heel eind hebben we gereisd. Als we dan kijken naar, hier nog een mooie pot, gras. Gras ontstaat 23 miljoen jaar geleden. Dus we denken, waarom begint hij over gras? Nou, gras is heel belangrijk. Stel u eens een wereld voor zonder gras. U zou niet alleen niet op uw gezond kunnen liggen of op zaterdag kunnen voetballen, maar een groot deel van uw eten is gras. Mais is gras, tarwe is gras, graan is gras, rijst is gras. Zonder gras zou onze planeet er heel anders uitzien. Gras is dus 23 miljoen jaar geleden ontstaan en erg belangrijk. Nou, als we dan echt bijna, en ik val zelf bijna van het podium, kijken wat er helemaal op het eind gebeurt, dan daar gaat het gras. Bijna op het eind gebeurt, mensachtigen en chimpansees, even nadenken dat dit een chimpansee zou zijn, die ontstaan zo'n 7 miljoen jaar geleden. Ze zitten bijna op het eind, gras wil niet. 7 miljoen jaar geleden. En als allerlaatste, wat ik wil aanhangen aan deze lijn, is de mens. De mens, de moderne mens, is zo'n 200.000 jaar oud. Ja, ook dit exemplaar. De mens is dus een hele recente aanwinst aan de, laten we het aanwinst noemen, aan de evolutionaire boom. Nou, de vraag waarmee we begonnen was, hoe zijn we nou van land, van vissen gekomen naar landlevende dieren? Nou, dat is omdat evolutie eigenlijk gewoon die vis een beetje heeft verknutseld tot een landlevende viervoeter. Nou, al die soorten die ontstaan zijn, we hebben vandaag de dag zo'n 2 miljoen soorten als product van evolutie, zijn op een bepaalde manier gevormd. En in het volgende college wil ik jullie vertellen hoe biologen nou dat onderzoeken en hoe ze kijken naar het proces van soortvorming.